Meesken. Actie! Meesken. Hey, ik ben al aan het kleden. Ja. Maar ze hebben een hele vraag. Dat is wel kut. Zet lang bij. Toma. Als dat een hele jongen was. Zou ze als dat applaus wat te eerlijk is. Hetzelfde verhaal. Meesken, welkom bij alweer de 12e aflevering van Voetbal in Zicht. Het spraakmakende en o zo hippe praatprogramma voor voetbal van Wommels en omstreken. Maar het WK-journaal natuurlijk centraal. Joet, hebben we krekkers voor hier. Gasten, speciale gasten. Hendrik Engbringhoff, analist. Jan Stenekes, analist. En Hee Chi Young uit Noord-Korea. Uw speciale gast voor deze uitzending. We hebben een stelling. De stelling is als volgt. Het meten van een vetpercentage is de D-stek van de horeca in Wommels. Dat slacht op het vetpercentage wat meten wordt bij SDS 1. Dus de stelling nogmaals, daar kun je op reageren. Terug een mailtje te sturen naar wkbestuur@hotmail.nl. Nou, even voor de duidelijkheid. Hey jong, het u ze adviseert en mooi is het trainingskamp in Cuba te verzwaren. Hij heeft er zijn eigen filosofie op losleten en dat is een Noord-Koreaanse grondslag. Vandaar dat we Hey jong uitnodigen. Nou, Hey jong, er zijn verschillende verhalen inmiddels de ronde gingen om die achtergrond. Wat is dit van wie? Wat is die achtergrond? Tada! Nou, Taeyong, Chong, Chong, Tada, Chong. Ik versta er net zo vol van, joh. Hartstikke zijn eerlijk voor u. Ja, ik snap het. Waardeloos. Ik kan wel even uitweiden, want de vraag kwam bij mij wel. Ik kan wel even uitweiden hoe de familie Jong. Ik heb even nagezocht en hij had in totaal 16 broers, 14 zussen. En er zit dus een aantal familieleden zit dus in de sportwereld. Zo heet je Smoderinjong. Dat is, die zit ik in, die zit wat meer in de taekwondo hoek. En dan heeft nog, dit is heel moeilijk uit te spreken, Krij de Tyfus Jong. Nou, ja. Krij? Krij, ja, misschien moet ik het wat meer, Krij de Tyfus. Krij de Tyfus. Ja, het staat wijd, Krij de Tyfus Jong. Krij de Tyfus. En die, ja, zo ik het zeggen. En nou, die zit Jong. Neil Jong. Familie? Mooi. Hendrik de Jong. We hebben een beeldmaker van Hey Jong die zich voorbereidt op deze uitzending. En ik heb een nummer. Everybody was kung fu fighting. Baby Fall Systeem. Hoe eerder hoe beter, dat is het motto van het WK-bestuur bij het opzetten van het Baby Fall Systeem. Een Fall Systeem die baby's vanaf de geboorte stimuleert en controleert en checkt op voetbalvaardigheden. We zijn bij Ronnie en Nienke. Nienke wist. Nienke. Ja. Ronnie en Nienke hebben krijgen nu iets pop gekregen. Goedemiddag hier, Ronnie en Inke. Ilva Aane is nu aan het trainen. Wat vind je hem van het babyvalksysteem?
Nou ja, dat is wel even een mooi systeem. Goed bedacht door de mensen hier uit Wommels. Want ja, ze heeft een heel dieetprogramma en alles zit erop en aan. Ja, wij gaan er wel vanuit dat het natuurlijk iets en iemand wat die heel, heel goed kan voetballen straks. Ja, ook ons leven verandert er ook wel door. Want ja, wij moeten overal en overal rekening mee houden. Het complete dieet en het schema moeten we compleet volgen. Nou, dat is niet niks, kan ik je wel vertellen. Ik steem Hendrik van het WK-bestuur. Hendrik. Vanwaar het bijvolksysteem? Nou, wij binnen al koor het WK-bestuur bij wij naar Thailand geweest. En daar volgen ze de BNN op een hele betere leeftijd op verschillende fronten. En wij hebben daar een idee. Maar in de huis dan om, dat wij inderdaad ook wel dachten van, nou, BNN betiet oppakken, zeg maar, om daar gewoon een goede lijn in te zetten. En wat is die lijn dan? Die lijn is eigenlijk dat wij, want ja, wij is die behoefte te ontstaan. Dat is natuurlijk. Ja, het niveau is te leeg in hele omstreken. En wij willen dat op Faisley. Hebben we het dan over Littens, over Mulier of over SDS? Ja, Mulier is een hele slechte club. En eigenlijk ben we daar gewoon dat ik me ophouden om te zitten van een kleur. He, dat litten we links. SDS had kans, had wel iets dat ik zeg van nou ja, het kan beter worden. Het kan beter worden. Oké, en een band die wordt dus bannen, wat moet hij kunnen altijd 2 dagen is? Nou, we beginnen eigenlijk het schema beginnen vanaf de 4e dag als een ben geboren is. Dat begint ik vaak met een dieet. Chocola is goed. Chocola is ook iets dat ik zeg van, daar komt stof vrij in bij een ben in de geest. Dat hij gewoon het ding beter oppakt. En dat, en daarna begin ik met iets oefeningen. Maar wat voor ding binnen er dan? Ja, Sjoerd, het ben heel volle ding. Hè? Ik kan het echt net samen even hier in één keer uitlezen. Juist, en wat is je doel? Heb je een voorbeeld? Zeg maar een voetballer op leeftijd waarvan je hem zegt, daar moet de jeugd heen. Nou, sure, dat hing het een beetje van de hoedsleur af van de baby. We hebben bepaalde plannen van aanpak. Nou, voor stel Ruud Gullit, hè. Nou, dan begin je weer oors, zeg maar, als het een Dennis Bergkamp was. En ja, we hebben linksback, rosback, midfielders. Ja, dat is maar correct. Ja, we hebben wel in je spelen. Is het dan Ruud Gullit Moisnor of Soendesnor? Nou, wij vonden Ruud Gullit, mooi snor is meer Ruud Gullit dan zonder snor. Juist. Dat klopt, ja. En, ik denk eigenlijk dat, dat het... Sorry. Precies dat ze kapot binnen dan, hè? Dat is toch kapot, we hebben ook heel hard gewerkt. Ja, tuurlijk. Arbeid rust pakken we gewoon. Ja. Wat voor impact heeft dat op je als gezin? Ja, een soort natuurlijk, hè. Ja, we moeten ons aanpassen, wat Ronnie ik zei. En de voeding moet je wel goed claimen uit je alle keer. En dat is wel belangrijk, want ja, ze moet natuurlijk presteren, hè. Daar gaat het om. Jan, ja. Wat vies je van? Oh, ik zei niet, ik heb die bellen en ik meen dat ze de baby al uitpoept hier, want die zei ik daadwerkelijk. Maar een enorme pens nou, hè. Dit weer gekkie, denk ik, hè? Ja, natuurlijk. Ja, maar serieus, baby's vallen, wat van oude jongens die heeft? Goed idee. Winsthelling? Ja, absoluut, ja, jong. Ja. Ja, val je. En intensief. Ja. Het liefst elke dag. Elke dag. Dat je even checken van, nou, hoe is het met de ontwikkeling van het sprutsie? Waarom? Zou het jong is? Hij zit hier nog steeds, ik vind dat. Ik heb ja, dat zien bus uit, jong. Jong. Haha, is ook een easy, jong. Hey, jong, in Noord-Korea, wat is daar de minimum leeftijd voor seks? Hoe je, man, chin, chameen, chin. Misschien is het maar vingers, jong. Dan volle vingers. Ik denk hier een song. Song? Ja. Nou, dan praat je dus net op baby's. Maar dan snapte het dus echt, hè? Nee. Ik heb een jong mail, Jerk. Er wordt op bestellingen gereageerd. Sinterklaas. Sinterklaas. Ja, maar leuk, hè. Goed als. En meneer Benny. Hij bloot vallen, hè. Hij valt dus. Dat is wel cool, hè. Ja, hij is uit. Mooie kutuitzending. Mooie kutuitzending, jong. Ja, dit is live, hè? Dit is
Heel stom. Dus net van die voren. Ja, dat is voor Sinterklaas. Ja, Sinterklaas, bedankt. Dat is mooi dingst. Ik heb hier ook nog een van Spam. Enlarge your penis 4 inches a day. Ah, ja, super, dat is Spam, hè? Dan de stelling. We komen weer om op de stelling. Wat vinden we er eigenlijk zelf van? Het vetpercentage meten bij SDS in de DST-kwaden. Het horeca Wommels. Jan, net een onbekende in de horeca van Wommels. Nee. Is het te merken? Ik merk er absoluut helemaal niks van. Ik heb Erik elke dag zien dagelijkse reputatie maaien nog helpt. Tolle horen medisch. Standaard. Ja. Ja. Ik heb Ilse. Ilse komt morgens 9 uur, komt er even een liedje kroketje op een broodje heen en dan medisch heel hensie maar slaas. Nou, is het lak aan Johan Blauw? Nee, maar het is kijk dat dikke mensen net met mooi voetballen van SDS. En ik denk wel dat dat net is waar we heen willen. Nee. Maar... Dan kunnen de vrouwen van SDS ook wel. Wie is de dik? Frauli. Wie bent de dik? Behalve de Frauli. Zonder naam te nemen, wie is de dik? Ik dwaat de seizoen. Dat knap afvallen is mijn stiet. Ja. Mij is de dik. Ik bedoel niet. Dit wie voetbal niet zegt, binnen volgend jaar weer, denk ik. Ja, dat zo. Volgend jaar. Zelfde tijd, oktober, november, december, die rooi. Is er weer een aflevering van Voetbal niet zegt. Graag, wat we dat je hem dan. En wens je de volgende keer.